allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Dierenpraat TV. Ik ben hier vandaag weer in Zo Bizar en ik ga jullie eens vertellen over een geweldig bizar beestje. Het is deze en het lijkt op een egel, maar dat is het absoluut niet. Ben je benieuwd wat het is en wat die zo bijzonder maakt? Dan moet je blijven kijken. We zitten hier bij de kleine egeltenrek. Moet je kijken. En het lijkt precies op een egeltje en het zit ook in de naam, maar eigenlijk zijn ze niks verwant aan de egels. Dit ga je bijna niet geloven, maar ze zijn zelfs meer verwant aan de olifant dan aan de egel. Dit diertje. Ja, ik begrijp wel waarom je zou denken. Ik denk het ook van, dit is toch precies een egel. Maar dat komt eigenlijk met name door die stekeltjes. Het is een heel bijzonder zoogdiertje wat leeft in Madagaskar. Dat is dat eiland daar in de buurt van Afrika. En ze leven daar van in de bomen en in de bossen tot op open vlakte. Ze leven eigenlijk bijna overal en ze kunnen ook bijna overal leven, want ze zijn perfect aangepast. Als je eventjes gaat kijken, dan zijn die hele geinige klauwtjes. En met die klauwtjes klimmen ze zo de boom in, maar ook zo gewoon face first de boom uit naar beneden. Ze kunnen tot zelfs aan één klauwtje zo aan de boom bungelen. Ja, in die boom zitten ook heel veel gevaarlijke dieren, zoals slangen, vogels. En heb je daar ook fossa's. Kennen jullie die fossa's? Dat zijn gevaarlijke roofdieren. Maar daar heeft die kleine egeltenrek natuurlijk wat op bedacht. Die rolt zichzelf gewoon helemaal op tot een soort spiky bal, net zoals een egel dat eigenlijk doet. En dan is er niemand die daar een hapje van wil nemen. Stel, dat roofdier is nog steeds niet afgeschrokken en die blijft nog steeds in de buurt. Dan wordt hij chagrijnig en wat hij dan gaat doen, dan rolt hij zichzelf uit. Dan gaat hij soort van met een bokkende beweging naar dat roofdier toe en dan gaat hij hem gewoon proberen een kopstoot te geven en in zijn neus te prikken. Nou ja, en dan denk ik dat je wel weg bent. Het zijn relatief kleine diertjes, ze zijn een beetje zo groot als een goudhamster, maar dan met stekels. En als je ze ziet, zoals je ziet, zie je dat ze hele kleine zwarte kraaloogjes hebben. Met die kleine oogjes zien ze ook eigenlijk niet zo goed, maar wat je daarboven ziet hangen zijn twee hele grote oren. En met de grote oren kunnen ze ook geweldig goed horen. Ze kunnen ook goed ruiken. Dus met die reukzin en met die oren weten ze zichzelf perfect in heel Madagaskar te bewegen. Overdag zijn ze aan het slapen, maar 's nachts dan gaan ze op pad. Het zijn opportunistische jagers en dat betekent dat wanneer ze gaan jagen, ze eigenlijk eten wat de pot schaft. Ze eten fruit, maar ze eten ook kleine insectjes, wormen, maar ook tot zelfs kleine muizen. Zo schattig zijn ze dus eigenlijk helemaal niet. Die kraken ze gewoon, ze hebben best wel scherpe tandjes, kraken ze zo je exoskeletten van de insecten of het skelet van de muis. Maar wat ze heerlijk vinden zijn regenwormen. Wormen die slurpen ze zo naar binnen en die eten ze zo op. En het zijn solitaire dieren, dus dat betekent dat ze in het wild voornamelijk helemaal in hun eentje leven. Je kan ze ook huisvesten bij elkaar. Nooit mannetjes bij elkaar, want die gaan ruzie maken. Dus dan heb je één mannetje met meerdere vrouwtjes. En volgens mij zijn dit allemaal vrouwtjes bij elkaar. Je kan trouwens heel moeilijk het verschil zien tussen een mannetje en een vrouwtje. Een beetje aan de kop. De mannen hebben een iets dikkere kop. Maar dat zie je pas wanneer ze helemaal vergroeid zijn. Even kijken. Ja, deze hebben een heel spits snuitje. Dus dit zijn vrouwtjes. En wat wel geinig is, die kleine egeltenrek zijn echt een goed voorbeeld van evolutionaire convergentie. Heel moeilijk klinkt dat, maar dat betekent eigenlijk dat twee verschillende dieren precies hetzelfde eruit gaan zien, omdat dat goed werkt in de natuur. Dus deze, die hebben ook stekels gekregen, net zoals de egels, terwijl twee hele verschillende dieren zijn. En dat zie je eigenlijk ook bij bijvoorbeeld vleermuizen die vleugels hebben gekregen en vogels die vleugels hebben gekregen. Terwijl dat twee hele verschillende dieren zijn, hebben ze wel dezelfde dingen gekregen, omdat gewoon in de miljoenen jaren dat goed leek te werken. En dan krijg je gewoon soms twee helemaal dezelfde dieren. Was niet hetzelfde zijn. Hey jongens, dat was het dan voor de kleine egeltenrek. Vonden jullie dit nou een leuke video? Vergeet dan niet een duimpje omhoog te doen en hier beneden te abonneren. En laat even weten in de comments of jullie vinden dat deze op een egel lijkt of misschien wel helemaal niet. En dan zie ik jullie gewoon weer volgende week. Doei!